op de BWP Hengstekeuring, dames en heren, is ook PAVO aanwezig. PAVO, sponsor van het BWP. Naast mij Veerle van den Driessen van PAVO. Laten we het straks eens even over die BWP-paarden gaan hebben, die goed voer moeten hebben. Laten we beginnen met het begin. Mm-hmm. Hoe voer je nou op een goede manier je paard? Oh, dat is heel individueel natuurlijk, hè? Maar de basis voor ieder rantsoen is toch wel het ruwvoer. En heel belangrijk daarbij is ook om een idee te hebben wat er in je ruwvoer zit. En want heel veel mensen denken dat ze dat uitwendig kunnen zien, maar dat is helemaal niet waar. Het is niet omdat je hooi er heel mooi groen uitziet, dat het ook echt voldoende voedingswaarde bevat. Dus het begint met de PAVO Quickscan? Dat kan inderdaad, ja. Wij adviseren inderdaad om... Zeker ook voor sportpaarden of voor fokmerries bijvoorbeeld, om echt wel goed te weten hoeveel energie en eiwit dat er in uw voer zit. Maar natuurlijk ook voor recreatieruiters kan het heel belangrijk zijn. We denken daarbij aan obesitas bijvoorbeeld of dieren die daar gevoelig zijn voor laminitis. Kan het ook heel belangrijk zijn om het suikergehalte te weten. Ja, dan moet het suikergehalte omlaag als er niet voldoende beweging is. Ja, inderdaad. Maar laten we ook even helemaal naar het allereerste begin beginnen. Maakt het nog uit of je eerst brokken of eerst hooi geeft als je 's ochtends op stal komt? Ja, zeker. Paarden produceren eigenlijk constant maagzuur. Dus het is heel belangrijk dat er speekselproductie plaatsvindt om dat maagzuur te neutraliseren. Dus daarvoor is het nodig om als allereerste 's ochtends ruwvoer te geven. En dus dat kan hooi zijn, kan voordroog zijn, kan bijvoorbeeld ook bietpulp zijn of luzerne of bijvoorbeeld onze Daily Plus, dat is ook een heel mooi ruwvoerproduct. Waardoor dat dan maagzuur geneutraliseerd wordt en daarin bij ook nog eens de vertering van het krachtvoer dat achteraf gegeven wordt, bevorderd wordt. Ja, nou, laten we dan eens ervan uitgaan dat alle basisdingen voor elkaar zijn, een goede volgorde van ruwvoer en krachtvoer. Het ruwvoer is beoordeeld, je weet wat erin zit, hoeveel energie en dergelijke. Wat doe je dan daarna? Hoe gebruik je dan dat krachtvoer om het ruwvoer aan te vullen? Nou, krachtvoer is eigenlijk in eerste plaats om een tekort aan energie aan te vullen, hè. Dus krachtvoer is vooral belangrijk voor paarden die echt wel intensieve arbeid verrichten. Daarnaast natuurlijk is het ook een bijdrage in vitamine en mineralen, want we weten dat er in ruwvoer onvoldoende vitamine en mineralen zitten om de gewone basisfunctionering in het lichaam te doen. Dus zelfs als je geen krachtvoer geeft, is het wel belangrijk om vitamine en mineralen bij te geven. Als je wel krachtvoer geeft, is het normaal gezien vanaf een kilo en een half voldoende in vitamine en mineralen. Ja. Maar welk krachtvoer dat je dus moet kiezen om je paard te ondersteunen, is eigenlijk heel individueel. Ja, het is heel makkelijk, want als het om fokmerries gaat, dan weet je zeker welk product je moet hebben. Ja, inderdaad. En dan is het ook duidelijk waarom. Hè. Er moet melk geproduceerd worden. Ja. En je moet altijd eerst er iets in stoppen voordat dat eruit komt. Yes. Dat is toch zo? Ja. Welke rol speelt het management bij het voeren van paarden? Ja, zeker bij sportpaarden is management eigenlijk heel erg belangrijk, omdat we toch, ondanks dat we ze zo hoog in het voer moeten krijgen, afhouden om ze voldoende energie te geven, is het wel belangrijk dat hun gezondheid optimaal blijft. De krachtvoer in zoveel mogelijk kleine maaltijden doorheen de dag te geven, bijvoorbeeld door een voederautomaat aan te schaffen, maar dat ook heel belangrijk is om altijd eerst ruwvoer te geven voor het krachtvoer. En bijvoorbeeld nooit krachtvoer te geven vlak voor dat je met je paard moet werken, maar altijd erna dan. Laten we doorgaan naar die BWP sportpaarden. Wat hebben die nodig? Het zijn meestal springpaarden, hè? Ja, als springpaarden die moeten meestal verschillende dagen na elkaar presteren. Dus dan is het wel belangrijk dat de glycogeen in de spieren opnieuw wordt opgebouwd. Dus dan adviseren we wel om krachtvoer te geven waarin dat wel suiker en zetmeel voldoende aanwezig is, zodat het glycogeen snel genoeg kan aangevuld worden. Voor springpaarden is het niet echt aan te raden om dan hoogvet diëten te gaan gebruiken. Dus hebben dressuurpaarden net iets ander voer nodig? Ja, dressuurpaarden inderdaad, ja, die baten meer bij trage energie dan bij snelle energie die vrijkomt. Ja. In zijn algemeenheid hebben sportpaarden spieropbouw nodig. Daar hoor ik mensen heel vaak over praten. Ja. Hoe krijg ik zoveel mogelijk spieren op mijn paard? Want die moeten het werk doen. Ja, de spieren moeten het werk doen. Maar dat is een combinatie van training. Goede training, voldoende training. En natuurlijk goede eiwitten in het voer met de juiste aminozuurverhouding. We denken daarbij vooral aan de twee belangrijkste aminozuren, lysine
en methionine, lysine, omdat dat nu net de bouwstenen zijn van hun spiervezels. En methionine, omdat die nodig zijn voor de energieverbruik in de spier. PAVO heeft een enorm assortiment aan verschillende voersoorten. Dat geeft al aan hoe ingewikkeld het is om precies het passende voer te geven. Kun je daar de kijkers advies over geven? Hoe ze dat nou aan moeten pakken? Moeten ze dan altijd bij een PAVO-adviseur zijn? Best wel, omdat ieder paard individueel moet geholpen en beoordeeld worden. Alles hangt af van het ras, van de leeftijd, de intensiteit van de arbeid die verlangd wordt. Is het paard goed in conditie? Is het misschien te dik? Is het te mager? Dat zijn allemaal factoren die in rekening moeten gebracht worden. En op basis daarvan kunnen onze adviseurs inderdaad de beste advies geven. Dankjewel, Veerle. Nou, u hoort het, dames en heren. PAVO adviseert om heel individueel naar de paarden te kijken, selectief. En dat is precies wat er hier vandaag op de BWP-hengstkeuring ook gebeurt. Individueel naar de paarden kijken. We gaan weer kijken naar de BWP-hengsten hier op de hengstenkeuring in Aaswolf in Lier.